Aan tafel Mart Smeets, Erik Dijkstra en tweevoudig Nederlands kampioen 500 meter en huidig Nederlands kampioen sprint Daidain Tap. Voor jou is het een zware dag, stel ik me zo voor. Je kijkt naar jouw afstand, je kijkt naar je vrienden, je collega's en je mag er zelf niet bij zijn omdat je bent gedisqualificeerd tijdens het, het laatste toernooi. Ja, nee. Twee keer valse start. Ja, ik moet zeggen dat het vandaag viel het mee, maar eigenlijk de aanloop was eigenlijk veel zwaarder dan echt de 500 meter. Ik kwam eigenlijk achter dat ik het hartstikke leuk vond om te kijken. Normaal sta je natuurlijk zelf op het ijs, super spannend en denk je, kan het maar voorbij zijn? En nu was ik ijsberend door de woonkamer aan het lopen en dacht ik, wat is het eigenlijk spannend om te kijken. Dus ik heb er eigenlijk best wel van genoten. Je kon kijken? Ja, ik kon kijken. Ja. Normaal zit je op een bankje en is het gevoel dat het je eigen wereld is. En nu was het gewoon eigenlijk best wel leuk om een keer te zien. En ik heb er eigenlijk echt van genoten. Ja, onze gedachte, ik denk van, het werd natuurlijk ook gememoreerd door de commentatoren, ging het toch terug naar het OKT. Kan je dat zien eigenlijk? Dat we even de geschiedenis hebben waarom je hier aan tafel zit en niet in Zuid-Korea bent? Oké, daar gaat-ie. Ready. Ja, Daidain Tap. Ready. Ja, disqualificatie. Nee, nee. Dit kan niet waar zijn. De tap. Nee, je moet stil blijven staan. Dit is zo erg, de tap. Grootste 500 meter talent. Nee, hij wil niet praten. Hij is een man die Olympisch kampioen kan worden. Ja. Je kon rustig kijken, dat is fijn. Dan zie je een Noor Lorentzen groots winnen, eigenlijk. Ja, in een tijd van 34-31. 41, excuus. Dan is de vraag, en die is krankzinnig, dat weet ik. Maar zou je dit hebben kunnen pakken? Had jij zo snel kunnen rijden? Om te beginnen zijn heel veel jongens die het trucje kunnen. En Lorentzen had nog nooit zo snel gereden op die baan. Of nog nooit zo snel op Laagland. Ik had graag meegedaan. Misschien had ik ook zoals Lorenz een stap kunnen maken en zo'n tijd kunnen rijden. Om te winnen was gewoon heel moeilijk geweest. Podium had erin gezeten. En we zullen het nooit weten. Kijk, ik had natuurlijk wel heel pleidooi gaan houden waarom ik daar... Idiote vraag, dat zei ik al. Ja, maar ik denk dat ik daar heel wat leuk had mee kunnen doen. Ja, zeker weten. Erik, wat voor dag was het? Ik vond het een fantastische schaatsdag. Kijk, we hebben niks gewonnen. Daar balen we dan van met z'n allen. Al een paar dagen niet, hè? Ja, maar vandaag, het internationale schaatsen heeft zichzelf vandaag enorm een goede dienst bewezen. Ik vond het de mooiste afstand die ik toen heb gezien. Opeens was schaatsen weer echt een internationale topsport. Mm-hmm. Er deden een heleboel Aziaten mee die verschrikkelijk goed waren. Canadezen, Noord-Amerikanen, Europeanen. De Nooren zijn terug, hè? Laten we daarom blij zijn. Er is als een Colombiaan mee. Die was ook hartstikke goed. Uh-huh. Ik vond het niveau was nu echt, het was het hoogste niveau dat we hebben gezien tot nu toe.